Twins die lijken een beetje uit een... uit een Tim Burton film te komen. Jeez, Oldwell. Gebeurt er niet veel. Oh. Ofwel. Jeez, oké. Oké, gebeurt helemaal niks. Maar, oké. Daar zit een handvat aan, maar die kan ik hier niet vinden. Oh, en hier is een fuse. Een fusebox misschien. Liever een such. Oké. Wow, what the fuck? Oké, en een grijparm die iets pakt. Nou, laten we hun hier even staan. The Knight. Laten we hier even staan. Ja, denk ik. En de monk. Ik weet niet wat de bel precies doet. Ik wil eens kijken wat die grijparm dan precies pakt. Slaat het niet. Oké. Wat doet de bel? Wow. Oh shit. Oh, ik snap hem. Dan moet ik snel switchen, denk ik. Ik moet dat beest of whatever het is, moet ik denk ik pakken met de grijparm. Oké. Ring de bel. Oh, shit. Ah, ik verdwaal in mijn knoppen en het zijn er maar 3, maar... Ik heb niet het gevoel dat het heel veel doet. Ik moet eens even switchen. Als ik er zo naar heen loop. Oh! There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Oké. Ik ga dat dus niet. Als ik er naar heen ga, dan. Oh, wacht eens even. Had de Knight niet protection? Just say. The truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Insurance rate. Je moet iets worden opgepakt. Maar dat beest blijft hier staan, zeg maar. Dus dat gaat hem ook niet worden. Maar wat wel? Wat zit hier nou allemaal? Oh. Oh, daar komen we vandaan natuurlijk, ja. We kunnen eens kijken als we de fuse hier gewoon uitpakken. Oh. Oké, misschien ook niet. Misschien moeten we de... Nee, de Knight is van metaal. Dat wordt helemaal barbecue. Oké. De fuse moeten we toch maar laten zitten. Dat gaat niet goed. Maar hier lekt iets. Nou goed. Dat heeft vast helemaal niks mee te maken. Hoe gaan we dit doen? Als ik de bel een keer aanslinger en op dat moment zet ik hem aan de gang. Ik weet niet of dat gaat werken, maar eens kijken. Dus ah nee, dus... misschien moet het dan toch andersom. Het geluid gaat hard, zeg. Jeez. Oké. Eerste bel. En dan hem. Oh, shit. Weer verkeerde kant. Oké. Bel. Dat deed niks. Oké, dit... De fuse kunnen we ook niet pakken.
fout. Wat... wat doet dit überhaupt? Oh. Oh! Tuurlijk. Pakken jullie de crank maar. Dan gaan we terug naar de waterput. Naar de andere waterput. Gaan we eens kijken. Hierboven. Ah, kijk. Wow. Jeez. Oké. Zimonk. Maar nu heb ik alleen iets van, ja, zo'n icoontje van background story, maar ik weet niet of dat is wat ik... Oh, ik heb wel de emmer. For whatever reason. Goed, de monk. A single step. Lange trap. Zo te zien. And that's it. Voorlopig. Oké, goed. Kunnen we er nu ook inspringen of kan er niet? Oh nee, die is van boven dicht. Oké. Bucket. Oh, wacht eens even, bucket. Er zitten nu mensen te kijken en die hebben zoiets van, oh my fucking god. Ik had het al binnen een minuut door, wat er moest gebeuren. Nou, ik niet. So thanks a lot. Oké, dat kan niet. Maar hier lekt wel steeds water op. Kan ik hier dan niks mee? Ah. Kijk. Oh, en dan kan ik misschien de fuse eruit pakken. Precies. Ik ben niet zo stom als die heel Willy eruit ziet. Zo. Nou hebben we een fuse. En hierachter is een lege fusebox. Kijk, oh, daarom werkte die. Jeez. Die dingen maken ook wel herrie, zeg. Mijn god. Wat zal het zijn, jongens? Grog of hotdogs? Nou, jullie zijn te jong voor Grog. Pak jullie maar een hotdog. Zo, dat is wel een flinke hotdog. Oké. En dan pakt de Knight wel een beetje grog. Mag waarschijnlijk niet drinken, maar oh, whatever, het is weekend. Kom op, joh. Oh, het is een blikje. Wat? Hey! Dude! Oké. Volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling, maar goed. Oh, ik denk dat ik een idee heb, ja. Ja, ik weet dat jullie het al lang hebben uitgezocht. Maar misschien, ja. Dan gaat de monk maar even naar boven. Zo. Ik heb het gevoel dat mijn framerate niet 100% gaat. Maar dat kan misschien komen door de opnamesoftware. Even kijken. En het kan ook best zijn dat in de video zelf gewoon niks frames te zien is. Dat zou best kunnen. Dat is alleen maar goed. Maar ik merk het een klein beetje met de manier waarop de controls reageren. Maar goed. Pit of spikes. Kan ik daar iets mee als ik niet te dichtbij kom? Ah, nice. Oké. Let's... Even kijken of de monko goed staat. Die staat zo rond. Oké. Oh nee, die doet het niet. Wat is die met die worst aan? Oh,
ik snap hem. Ja. Die doet het natuurlijk niet, omdat er geen fuse in zit. Oh. Wat kunnen we weten? Kan ik niet personages laten volgen? Dat zou wel handig zijn, soms, zeg maar. Even kijken hoor. Aha, let's walk. Tracks. Maar goed. Dat zal wel. Dan weet ik niet wat ik precies deed, maar goed. Let's get the sausage. Oké, neem jij de fuse maar even mee. Yo, hallo? Mijn god. Misschien moet ik straks dat geluid eens even zachter zetten. In ieder geval in de opname. Oké. Zo. Heel goed, jongen. Ja, maar vast naar boven. Het doet me een beetje denken aan Three Vikings. Voor de mensen die het nog kennen. Voor de mensen die niet uit die tijd stammen. Three Vikings was eigenlijk ook een soort puzzelgame. En je had drie verschillende vikingen. Eén had een zwaard. En één had een schild. En eentje kon rennen, volgens mij. Die kon, omdat hij kon rennen, kon hij ook verder springen. En je had alle drie de vikingen nodig in een bepaalde volgorde om door de levels te komen. Dus soms moest je jezelf beschermen, dan moest je de schild viking voorop zetten. En je moest vijanden... even kijken of de knight goed staat. Ja. Je moest vijanden verslaan met de viking, met het zwaard, enzovoort, enzovoort. En je moest alle drie de vikingen gebruiken. Hier is je worst, Henk. Kom. Oh. Bel. Oké. Yes. Ah. Wow. Gaat dat goed? Ik denk dat we snel moeten zijn. Laat hem maar even hangen zo. En onze knight staat hier naar boven. Even kijken wat hier. Oh, dat is voor de twins. Oh, grappig dat er iets van een background story zit. Cute kids and happy family. Dat het plaatje belooft niet heel veel goed, moet ik zeggen. Oké. Zo. Oh, soms volgt de rest wel. Maar waar was in de twins? Hier. En nu, guys? Moet ik me gewoon laten vallen hier. Oh, het is water. Ik had het kunnen weten. Zo.